Ik ben Sophia Salet en dit is de Visus Fabriedel 3000. Ik ben geboren met een hersentumor. Deze is pas laat ontdekt en heeft helaas veel schade aangericht, waaronder aan mijn visus. Hierdoor is mijn visusbereik flink beperkt. Dit is het visusbereik van een persoon zonder beperkingen. Dit is wat ik zie. Ik zie slecht een smalle strook omdat ik alleen nog met de binnenkant van mijn linkeroog zie. Ik dacht bij mezelf, hier kan ik een oplossing voor bedenken. Deze oplossing is de Visus Fabriedel 3000. Het concept van de Visus Fabriedel 3000 is dat een deel van het missende visusbereik wordt geprojecteerd binnen het functionerende visusbereik. Hiervoor wordt een camera en een klein scherm gebruikt en het geheel wordt aangestuurd door deze kleine computer. Ik heb 3 prototypes gemaakt. Door zelf te ontwerpen en te 3D-printen heb ik de functionaliteit verbeterd en het gewicht zelfs gehalveerd. Het laatste prototype werkt, maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Voor mij was dit een passieproject. Ik heb veel geleerd tijdens dit project, over projecten uitvoeren, producten ontwerpen, bouwen en testen. Wat ik vooral geleerd heb, is dat ik waarde toevoeg met mijn beperkingen. Afsluitend wil ik mevrouw Bartholomeus en het Trevianum heel erg bedanken voor hun hulp en enthousiasme. Ook ben ik de KNAW erg dankbaar voor mijn nominatie. Stel je voor dat je naar een radio luistert waar alleen muziek van Bach, Beethoven en Monteverdi wordt gedraaid. Na een tijdje kan je dan bij een nieuw stuk inschatten welke componist het is. Op de achtergrond klinkt nu een stuk van Bach, maar hoe herken je dat? En kan de computer dat ook? De manier waarop onze hersenen leren kan je in een model nabootsen met een neuraal netwerk. Maar een computer heeft een oren, dus hoe geef je dan zulke informatie aan een computer? Ik gebruik hiervoor een nieuwe bron van informatie, akkoordenreeksen. Hier zie je een stuk bladmuziek met in het rood de betreffende akkoorden. Mijn verwachting was dat akkoordenreeksen kenmerkend zijn voor een componist en dus geschikt om componisten mee te voorspellen. In deze grafiek is te zien hoe het model presteert per leeriteratie. Het werkt supergoed. 27 nieuwe muziekstukken die het niet eerder is tegengekomen, heeft het aan de goede componist gekoppeld. Hier zie je een selectie van voorgaande onderzoeken. Naar mijn kennis overtreft mijn model ze allemaal. Vliegen staat bekend om zijn enorme uitstoot, terwijl we met z'n allen steeds duurzamer willen leven. Wij zijn Wolf, Wouter en Annika en om deze uitstoot te verminderen hebben wij onderzoek gedaan naar de efficiëntie van vliegtuigvleugels. Hierbij hebben we gekeken naar 3 variabelen, de camber, aspect ratio en angle of attack. We zijn begonnen met het maken van verschillende vleugels, vleugels met een verschillende camber en aspect ratio. We hebben deze verschillende vleugels vervolgens onder verschillende hoeken getest in een windtunnel, waarbij de liftkracht en de weerstandskracht op de vleugels gemeten werden. We hadden echter niet een goede windtunnel tot onze beschikking, dus hebben we zelf een windtunnel gemaakt met onder andere een bladblazer, een weegschaal en een krachtmeter. Met deze resultaten konden we uiteindelijk de efficiëntie van de vleugelprofielen bepalen en de beste vleugel kiezen. Uit ons onderzoek is gebleken dat vleugels met een lichte bolling die een klein beetje schuin staan het meest efficiënt is. Met makercode 4420 voor de nerds onder ons. Wij hopen dat we in de toekomst vliegtuigen schoner en stiller kunnen maken. In ieder geval stiller dan dit vliegtuig hier.